Bijna alles is gerecycled. En alle stenen die komen allemaal uit het gebied wat daar de vijver is geworden en de brug. Dus ja, eigenlijk is alles hergebruik. Op het schoolplein kon je meehelpen en dan kon je de plantenbakken alvast meehelpen. Daar de grind scheppen, hier nog graven extra. Ik heb hierbij geholpen, daar heb ik met een bloembak geholpen. Hier zijn ze bezig om het plein nog groener te maken, plantjes. Dus wij zijn nu met z'n allen een beetje met daar zo en hier bezig om het schoolplein alvast een beetje beter te maken. We zijn gewoon begonnen met het veld inderdaad leeg te maken en glad te maken. Met een grote shovel en een kraan, die ook een ouder die daar werkt, die is hier begonnen te graven. En ja, we hebben zoiets van, nou, we zien wel hoe het gaat. En nou, zo zijn we eigenlijk een beetje begonnen, gewoon bij het begin. Stenen eruit en dan kun je met lijntjes gaan tekenen van daar komt dat en daar komt dat. Dus daar moeten we tegels laten liggen. En dan ga je kijken van wat konden we nou met kinderen en ouders zelf dan doen in het beginstadium. Dus echt even keuzes gemaakt van tegels eruit, wat plantenbakken maken, de contouren een beetje zichtbaar maken. Proberen wat zand weg te halen, zodat de aannemer dan ook echt, als die komt, gelijk met het grove werk kan beginnen. Als wij een dag hebben gepland, gaat het meestal zo. Nou, ik heb dan een appgroep aangemaakt en zitten alle ouders in die dan meehelpen. Ik stuur een appje uit, die en die dag kunnen jullie komen. Nou, en dan, ja, heel veel mensen die proberen daar een beetje tussendoor te wrikken dat ze toch kunnen komen. Ze vinden het toch wel heel leuk. Nou, dan komen we hier aan en dan kunnen we in de school en dan kunnen we daar lekker een bakje koffie pakken. Beginnen we de dag mee. En dan gaan we natuurlijk volgas in de bak en ja, en we zien hoe de dag loopt. Willem, de ontwerper, Erik vanuit de vrijwilligers en dan Luke, de aannemer, die hebben eigenlijk onderling dat wel met elkaar opgepakt. Van, zou je daarvoor willen zorgen? Zou jij daarvoor willen zorgen? Dan kan ik dat weer doen. Ja, dat is wel heel fijn dat je dat niet als directeur of als leerkracht moet regelen. Dus ik vind dat ook wel een advies voor andere scholen. Zorg dat mensen die er verstand van hebben onderling wel goed contact hebben en op dezelfde hoogte zitten. Dat er onderling gewoon afstemming is. Ja, verder doen we eigenlijk alles zelf. De ene die is loonwerker en de ander die is timmerman en die doet dat en die doet dat. En zo komen we allemaal bij elkaar en kunnen we allemaal iets bijdragen. Nou, bij kinderen moet je wel goed afbakenen wat realistisch is en wat ook leuk is om te doen, dus korte kleine dingetjes laten doen zoals tegels eruit halen of met kruiwagens, met zand sjouwen. Dus dat kunnen de kinderen doen en de ouders die zijn vooral ondersteunend. Nou, je ziet wel dat die bakken nog wat hoekiger zijn dan de nieuwe. Nou, daar wordt nog wel gekeken van hoe kunnen we zorgen dat die hoeken wat ronder worden, waardoor het ook echt veilig is. Want dat hebben we wel gemerkt. Je bent in je enthousiasme dan iets aan het doen. En later denk je, ja, als er dan een aannemer komt en die kijkt ook even kritisch mee. Die zegt van, ja jongens, maar zo kan het ook. Dan denk je, ja, dat klopt. Dus dat is wel een mooi leermoment ook voor ons geweest. Van, ja, je kunt wel beginnen, maar het blijft wel een speelterrein waar kinderen veilig moeten kunnen spelen. Ja, ik had wel verwacht dat het goed zou gaan, maar het is gewoon echt, ja, wat ik al zeg, het is echt superleuk. En ja, dat we dit toch gewoon met een aantal ouders hebben kunnen realiseren zonder ook maar één bedrijf erbij te halen. Dat is toch wel, daar ben ik wel heel trots op, ja.